Allen van harte goedemorgen. Het is iets na 10 uur wanneer wij beginnen met deze persconferentie waarbij het buitenlands beleid van de regering Santokki Brunswijk zal worden belicht. Daartoe hebben we de minister van Bibes om ons informatie te verschaffen, niet alleen gericht op de komende regeringstrip die de delegatie zal maken naar Belize, maar vooral over het buitenlands beleid in het algemeen. Minister, aan u het woord. Ja, dank u wel, heer Alphen. En goedemorgen aan u allen. Ik ben blij u weer te zien. Ik heb deze persconferentie, zie ik als een reguliere persconferentie, om u te informeren over de activiteiten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, specifiek met betrekking tot de buitenlandse politiek, als onderdeel van de buitenlandse politiek van de Republiek Suriname. En er gebeurt veel. Er zijn veel activiteiten geweest de afgelopen dagen. En er zijn ook behoorlijk wat activiteiten gepland in de komende weken. Maar ik wilde vandaag, want ik heb een lijst van activiteiten die we zo kunnen bespreken met u, CARICOM meetings, activiteiten hier, bezoeken van ministers, overleg, beëdiging van ambassadeurs en al dat soort dingen. Datgene wat in de krant is verschenen over de benoeming of de campagne, de kandidaatstelling van rechter Kuldeep Singh. Maar met uw goedvinden wil ik voorstellen, omdat er al zoveel informatie is, dat we gewoon meteen overgaan tot vragen van uw zijde. En dan beantwoord ik die. En als er gaps zijn, als er zaken zijn die niet aan de orde zijn geweest, dan had u me moeten toestaan die nog aan de orde te stellen. Is dat goed? Dan laat ik de orde over aan de directeur van het CDS. Nou, prima. Dank u wel, minister. Zoals we in het voorgaande traject hadden afgesproken om het vraag- en antwoord systeem op te zetten, als de minister geen intro heeft, dan kijk ik rond naar de leden van de pers, wie als eerste van wal zou willen steken. Dat is Suriname Herald. Kan zijn dat ik abusiefelijk dat anders doe, dus ik ga u vragen om bij het stellen van uw vraag nog even zich voor te stellen van welk mediahuis u bent en uw naam te noemen. En dan mag u uw vraag stellen en dan gaat de minister daar direct op in. Goedemorgen, minister. Fishmani Thomas van Suriname Herald. Vandaag hebben we gehoord dat Rusland oorlog heeft verklaard, Oekraïne. U heeft eerder al een statement gegeven, maar nu dat hij zo ver is, u had ook aangegeven, u vreest een beetje het ergste, Suriname kijkt een beetje de situatie. Wat is nu de standpunt van Suriname? Hoe gaan we hierop reageren? Ja, dank u wel. Collega fluistert me ook. Hoe zit het met betrekking tot de studenten? Er zijn studenten ook van Suriname daar? Nou, laat me met het laatste beginnen, zodat we duidelijkheid verschaffen. Wij hebben, voor zover wij weten, en voor zover dus officieel is geregistreerd, wij hebben geen studenten op dit moment in de Oekraïne. Als er daar studenten zijn, zijn ze daar op eigen gelegenheid, daar hebben wij geen weet van. Als we daar weet van hebben en er ontstaat een situatie, dan hebben we natuurlijk de plicht om zeker daarnaar te kijken. En dat zullen we zeker ook doen als het om Surinamers gaat. We hebben wel studenten in Servië. Ik dacht zo'n 18 studenten. En we hebben zo'n 6 studenten in Rusland. Maar Rusland is erg groot. Het gebied waar we nu over praten dat in conflict is, is ver van de locaties waar onze studenten zitten. We hebben gisteren via de app contact gehad met zeker 5 van ze en allemaal hebben aangegeven dat zij niks merken, dat het leven gewoon doorgaat en dat er dus geen gevaar is voor hun. Als dat wel het geval zou mogen zijn, dan gaan ze ons via de app ook mededelen en dan zullen we daar op een passende wijze op reageren. Dus dat is ten aanzien van de studenten en in dat gebied. Studenten in Servië lopen ook in gevaar op dit moment, zoals het is. Het is geen regionaal conflict, het is een bilateraal conflict op dit moment. Ten aanzien van onze positie, we hebben onze positie eerder verwoord op basis van onze waarden en normen. Wij onderschrijven de internationale
normen die zijn vervat dat de soevereiniteit van een land altijd gewaarborgd moet blijven. Wij onderschrijven het aspect van non-interventie in de Binnenlandse politiek. Wij veroordelen agressie richting andere landen en invasies vallen onder die term ook. Dus onze positie is duidelijk. Wij hadden gehoopt dat via diplomatieke onderhandelingen, diplomatieke inspanningen, de zaak nog gedeescaleerd kon worden. Dat is niet gebleken tot op dit moment het geval te zijn. Maar onze nationale positie is volledig in lijn met ook wat CARICOM's positie is. En CARICOM, ministers van Binnenlandse Zaken, we hebben een appgroep samen. En wij zijn sinds gisteravond dus bezig na te gaan welke de reacties zou moeten zijn van CARICOM. Excuses. Het zal hetzelfde zijn. Een veroordeling van een invasie. Het zal zijn soevereiniteit respecteren. Volledig in lijn met de handvest, met het handvest van de Verenigde Naties. Wij volgen ook wat in de Verenigde Naties gebeurt. We hebben contact met onze ambassadeur bij de Verenigde Naties, ambassadeur Sunil Sitardeen. Ik heb hem nauwelijks een kwartier geleden gesproken. De bedoeling is dat vandaag de UN Security Council Veiligheidsraad bijeenkomt. En daar zal het dus verder gesproken worden over wat de vervolgstappen zijn. Het is best mogelijk dat één of twee landen een resolutie indienen om het geheel te veroordelen. Of dat de Verenigde Staten is of Oekraïne, dat moet nog blijken. Maar dan wordt het behandeld in de plenaire vergadering van de Verenigde Naties. En daar zal Suriname dus een standpunt innemen, voor of tegen of onthouden. U kan zich wel voorstellen waar onze positie is. Dat wij zullen meewerken aan de resolutie dat de invasie veroordeelt en de soevereiniteit beschermt. Maar zeker oproept tot de-escalatie en teruggaan naar een situatie van rust en het voortzetten van de onderhandelingen. Ik heb, alhoewel tussen ons land en de Oekraïne niet zulke intensieve relaties bestaan, heb ik wel een vrij goede relatie met de minister van Buitenlandse Zaken, Dimitri Kuleba, persoonlijk. En wij hebben dus tot gisteravond tegen 9:00 stuurde hij een app van Rusland is op dit moment, anytime, any moment, zal ons binnenvallen. Dat was tegen 9:00. En hij heeft dus wel gevraagd voor ondersteuning van Oekraïne op internationale podia en bij de Verenigde Naties. Dus alhoewel we geen functionele of een samenwerkingsrelatie hebben dat uitgebreid is en breed is. De gesprekken die wij eerder hebben gehad was meer over export van ureum vanuit Oekraïne voor onze landbouwsector. Maar wat ik wil aangeven is dat wereldwijd er aandacht voor is. En dat dit niet een situatie is dat past in de wereldorde die we vandaag aan de dag kennen. Waarbij zaken, conflicten zoveel mogelijk via dialoog en onderhandelingen worden opgelost. Dus ik hoop nog steeds voor het beste dat we een situatie krijgen waarbij de zaak niet verder escaleert. En dat er vrede en veiligheid in dat gebied terugkeert. Ik weet dat het duizenden mijlen ver is van ons. En dan lijkt het alsof het niet belangrijk voor ons. Maar wij zijn onderdeel van die wereldgemeenschap. En alle landen zijn een beetje aan elkaar verbonden. Wat we zullen zien is dat dit politieke gevolgen heeft. Want er is reactie en dan is er tegenreactie. En ontstaat er een minder stabiele politieke situatie in de wereld. Want Rusland kan ook bepaalde maatregelen treffen. Met name vanwege de afhankelijkheid of van Europa met betrekking tot gas en ook olie. Dat is één aspect, de politieke instabiliteit in de wereld. En dan is er de economische gevolgen die er ook zullen zijn, waar we ook de gevolgen van zullen ondervinden. Olieprijzen gaan omhoog, ze zijn al met 8-9% omhoog gegaan over de afgelopen dagen. Zit op $104 per barrel op dit moment.
Als dat gaat toenemen, betekent dat ook onze oliebrandstofprijzen omhoog zullen gaan. Dus ik wil de Surinaamse gemeenschap alvast voorbereiden dat dit soort dingen gaan gebeuren. Buiten ons om. En wij hebben daar geen invloed op. Dus wij kunnen daar niet zoveel aan doen. Dus ik werd ook de vraag gesteld, maar wat doen we dan? Wat we kunnen doen is ons leven aanpassen aan die omstandigheden. Wanneer het goed schaars wordt of te duur wordt, dan is het misschien aan te raden dat we minder auto gaan rijden. Dat we daar zuinig mee omgaan, dat we zuinig omgaan met energie. Maar dat zijn beslissingen die genomen moeten worden door individuen zelf. Dat is hoe je ermee omgaat. Ik verwacht hetzelfde in Amerika waar de prijzen omhoog zullen gaan. De prijzen in Europa zijn 2 euro's per liter. Dat is 2 keer zoveel als bij ons overigens. Maar zij zullen ook gaan moeten bezuinigen en omgaan hoe ze omgaan met de brandstoffen die ze tot hun beschikking krijgen. Dus wij moeten nog allemaal goed begrijpen, het is te vroeg, wat de financiële-economische impact gaat zijn, wat de impact gaat zijn op de levering van goederen en diensten vanuit dat gebied. Maar wat we wel weten is dat het er niet makkelijker op gaat worden. Dus dat is mijn lange reactie op uw korte vraag. Olieprijzen. We hebben al gezien dat de prijs al met 30% is gestegen. Binnen vandaag of vanmorgen kunnen we dat al merken bij de pompen bij ons, ja of nee? We zouden moeten kijken hoe dat precies zit. Over het algemeen hebben we afgesproken binnen de regering dat we volgens mij elke maand prijzen zouden aanpassen. Dus binnenkort ontstaat er wel zo'n moment, begin maart zeker denk ik. Dank u wel, SRS. Alsjeblieft, gaarne van de microfoons gebruik maken. Luid Groenewoud voor Radio SRS Suriname. Minister De Caricom, heeft Suriname al geëvalueerd hoe het is geweest de afgelopen periode en wat zou anders moeten wanneer Suriname straks dus het voorzitterschap in handen zal hebben? Ja, dank u wel. Dat wordt een belangrijk agendapunt voor dit jaar en ook begin volgend jaar. Wij hebben geëvalueerd wat in de afgelopen 2-3 jaar is gebeurd. En laat ik u dit zeggen, in Belize, wanneer de vergadering wordt gehouden volgende week, zal het voor het eerst zijn, na bijna 2,5 jaar, dat CARICOM staatshoofden voor een CARICOM meeting bij elkaar zijn. Fysiek. En in die 2,5 jaar is er gewerkt op basis van virtuele meetings en al dat soort dingen. Dus echte discussies konden niet worden gehouden. Ondertussen is in die 2,5 jaar wel het een en ander veranderd. In CARICOM, maar ook in de wereld. We hebben de pandemie gehad. We hebben een economische ontwikkeling gehad dat toch wel uitdagingen met zich meebracht. Uiteraard heeft COVID-19 gezorgd voor een hele vertraging van verschillende processen in het Caribisch gebied, zeker op het gebied van toerisme, maar ook investeringen. Dus in de evaluatie blijkt duidelijk nu dat, en daar gaat president Santokki veel aandacht aan schenken, dat we een nieuwe situatie internationaal en regionaal hebben en dat we daar niet aan voorbij kunnen. Wij kunnen niet blijven doen alsof hetzelfde verhaal doorgaat. Dus waar de president zich op wil richten is van hoe versterken we het CARICOM gebeuren, dus het CARICOM integratieproces. Met daarbij rekening houden dat 2 landen nadrukkelijk een traject voor zich hebben van hoge economische groei. Suriname en Guyana met olie, dat heeft belangstelling op zichzelf internationaal. Dat zal ook veiligheidsissues met zich meebrengen, maar zeker ook economische groei. Dus als je al die dingen bij elkaar zet, dan is het nodig dat er een strategische discussie is tussen CARICOM-leiders over wat is ons doel naar de toekomst toe, vanaf nu. Hoe bouwen we een economie dat in staat is de uitdagingen aan te gaan, dus resilient is, veerkrachtig is, maar hoe zorgen we ervoor dat de samenwerking, en ik moet zeggen misschien niet alleen samenwerking, maar ook het vertrouwen
tussen de verschillende regeringsleiders toeneemt. Want de realiteit is wel dat men probeert zo nationalistisch mogelijk te zijn en beschermend te zijn naar eigen markten. De president heeft al gevraagd om een inventarisatie van alle obstakels die er zijn in het verkeer van goederen en diensten en personen in CARICOM. Zou er niet moeten zijn, maar ze zijn er wel, zogenaamde non-tariff barriers. Men gaat proberen die weg te werken, zodat de integratie echt nadrukkelijker naar voren komt. We gaan ook moeten denken, en dit is ook een strategische conceptie, hoe ons ontwikkelingsproces er in de toekomst uit zal zien. Suriname en Guyana willen graag samenwerken, bilateraal, en nu ook met Barbados. Dus, en dat is toegestaan nu vanwege een kleine amendering in het verdrag van Jaguaramas. Mogen landen onderling bilaterale overeenkomsten sluiten, zolang het niet bijt met de algemene doelstelling van CARICOM. Dus wat je nu al ziet gebeuren is dat landen die harder kunnen gaan, sneller kunnen gaan, meer mogelijkheden hebben, dat die wel vooruit die actie wel zullen ondernemen. Zo ook de Suriname, Guyana, Barbados die al proberen gezamenlijk met elkaar te werken. Dat zijn de strategische discussies die gevoerd moeten worden. Uiteraard zijn er lopende zaken die bekeken moeten worden, maar als je rekening houdt met de nieuwe omstandigheden, moet je daarop nieuw beleid gaan formuleren. En dat is wat zal gebeuren. Maar daarnaast een paar heel concrete zaken met betrekking tot de jeugd, met betrekking tot cultuur. Dat zijn issues die in het portfolio van de president zitten, in het quasi-kabinet. Maar de president zal ook CARICOM vertegenwoordigen als staatshoofd bij verschillende ontmoetingen in de wereld. En houdt u er rekening mee, deze situatie bijvoorbeeld wat in Oost-Europa gebeurt, tussen Rusland en Oekraïne, gaat een keertje ook besproken moeten worden in CARICOM-verband. We hebben relaties met Rusland, we hebben relaties met Oekraïne. Dat creëert allerlei politieke discussies die gevoerd moeten worden. De eenheid moet er zijn om gezamenlijk te kunnen optrekken. Dus deze issues gaan ook op het bord van de president komen om daar ja, leiding aan te geven en die discussie richting te geven. Er is veel op de agenda, maar we zijn goed voorbereid, zowel inhoudelijk als technisch, om ervoor te zorgen dat Suriname een goede beurt maakt. Alsjeblieft. Ryan LaRose, SCVS. Minister, Suriname staat bekend binnen de CARICOM. Als we het hebben over de achterstallige contributiegelden die niet zijn voldaan. Dit heeft sowieso ook een impact op hoe zij de rest van de wereld of de rest van de CARICOM naar Suriname kijkt. In hoeverre zullen deze achterstanden worden ingelopen? Nee, dat is een belangrijke vraag en we staan er bekend om en dat is niet een mooi ding. Om bekend te staan om achterstanden die we hebben. Maar helaas, dat is een realiteit. Er is niet betaald over de afgelopen jaren. We hebben in totaal ongeveer 18 miljoen US dollars aan uitstaande schuld bij CARICOM, secretariaat en relevante instituten. 18 miljoen. Dat gaan we niet, helaas niet kunnen betalen op dit moment, onmiddellijk. Dus we gaan een betalingsregeling moeten treffen met het CARICOM-secretariaat. Als inkomend voorzitter en als voorzitter zo meteen is het belangrijk dat we het signaal duidelijk geven dat we dat probleem onderkennen, maar dat we daaraan ook willen werken. Dus wij zullen zeker een deel van die achterstand inhalen. Hoeveel weet ik nog niet precies, dat hangt dan van de minister van Financiën. Maar er moet een betalingsregeling komen, omdat als land, wanneer je een verplichting op je neemt, en die verplichting is door het lidmaatschap van de regionale organisatie, dan moet je daaraan ook voldoen. Het is een noodzakelijkheid. Maar met meer achterstanden wordt de perceptie over Suriname ook negatief. En dat willen we ook voorkomen. Dus niet alleen de verplichting, maar het voorkomen van een negatieve perceptie met betrekking tot het land. En helaas, die is er op dit moment. Overigens is het niet een probleem dat alleen Suriname ondervindt. Er zijn ook andere landen. Die hebben andere redenen waarom ze niet betaald hebben. Maar in ieder geval, wij zijn op het traject van wij moeten aan onze verplichtingen voldoen. We hebben dat ook gezegd van de schulden die zijn gemaakt door de staat Suriname. En die zullen wij ook voldoen. Maar
we gaan dat moeten doen op een manier waarop het ons op dit moment niet te veel pijn doet. Gisteren tijdens de RVM of voor aanvang van de Raad van Ministers stelde ik nog een vraag naar u over het reisdocument visum. En u zou dat behandelen of meenemen in de vergadering. In hoeverre zijn er gisteren toch wel goedkeuringen gekomen als we, met betrekking tot het ministerie van Buitenlandse Zaken, als we het hebben over het reisdocument? Die is goedgekeurd. De wet reisdocumenten is goedgekeurd eerder in de Raad van Ministers. En de instructie van de regeringsraad is om ons voor te bereiden op visumvrije reizen vanuit het buitenland richting Suriname. Vanwege de complexiteit, want we hebben in de wereld ook andere realiteiten waarbij sommige landen op bepaalde lijsten staan en dat je dus dat niet open kunt stellen voor ons land. We moeten rekening houden met de consulaire omstandigheid ook, dus we gaan daar zorgvuldig mee om. Maar we zullen alvast, zoals ik volgens mij gisteren ook aangaf, voor 3 landen alvast visumvrij reizen voorbereiden. Dat is Nederland, België en Frankrijk. En dat betekent dat de Surinamers die daar zitten, maar ook anderen, dus niet-Surinamers, zonder documentatie wat betreft visum richting Suriname kunnen reizen. Uiteraard gaan zij over een geldig paspoort moeten beschikken, de nodige vaccinatiedocumenten, inclusief de PCR voor de COVID-19. Goedemorgen, Amanda Palis, Key News. Minister heeft een beetje zo aangegeven dat wat betreft de oorlog die nu gaande is tussen Rusland en Oekraïne, Suriname, dat ze in bepaalde handel terug zou voelen, ook behalve de olieprijzen. Is gekeken in hoeverre de impact zal zijn voor Suriname? Wat voor exportproducten of zo kunnen we zien dat misschien een schaarste gaat zijn of wat soort zaken? En Suriname heeft bij de vorige regering althans hele goede banden aangesmeed met Rusland. Als Suriname uiteindelijk tijdens de VN-vergadering bij de resolutie een standpunt gaat moeten aannemen, wat voor impact zal het hebben op onze banden met Rusland? Ja, dank u wel. Ik had die vragen wel verwacht, of zeker de laatste. Maar ten aanzien van het eerste, we hebben op dit moment niet echt een handelsrelatie met de Oekraïne. Sorry. Dus ik verwacht niet dat daar veel impact op zal zijn, zeker niet van bedrijf export en importen. De import van ureum was op de agenda, maar dat is niet meer doorgegaan, omdat juist op dat moment de hele discussie begon rondom de Oekraïne, tussen Rusland en de Oekraïne. Voor wat betreft onze positionering, kijk u, we hebben, en dat is ook het doel van ons buitenlands beleid, in de diplomatie is je doelstelling om vrienden te maken en geen vijanden. Het doel is altijd om vrienden te maken, geen vijanden. Maar dat doe je op basis van bepaalde waarden en normen, principes. En die zijn leidinggevend of richtinggevend voor de positie die je inneemt. Dus als zijn het je vrienden, als ze iets doen wat niet correct is, dan moet je ze daarop kunnen wijzen. En dat is precies wat gaat gebeuren hier, op basis van onze waarden en normen in termen van internationaal recht, respect voor internationaal recht, respect voor de principes en de doelstellingen van de Verenigde Naties. Het vreedzaam leven met elkaar is daar onderdeel van. Op het stuk van democratie, rechtsstaat, mensenrechten, politieke rechten, die we allemaal schragen, kan je een land zeggen van, wij gaan dit niet goed kunnen keuren. En dat zal ook precies zo gebeuren. We hebben hetzelfde standpunt ingenomen met betrekking tot Venezuela, waarmee wij ook betrekking hebben. Ik ontmoet de minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela regelmatig. En zij kennen ons standpunt voor wat betreft democratie, rechtsstaat, politieke vrijheden en mensenrechten. Evengoed zal dat zo gecommuniceerd worden met Rusland. Minister. Ja,
Mahat, zo de koning van Baarnwoude. In 2018, als ik me niet vergis, is er een overeenkomst getekend tussen Suriname en Rusland. Een bilateraal akkoord, met name ook op militair technisch vlak. Bestaat dat nog overeind? Gebeurt daar nog iets mee? Is dat nog in effect? De overeenkomst zal waarschijnlijk nog steeds in effect zijn, maar we hebben verder geen acties ondernomen om daar uitvoering aan te geven. Oké. Mag ik een ander onderwerp aansnijden? Of ik weet niet of iemand nog. Ja. Ik wou vragen in verband met de veerboot op de grens met Frans-Guyana. Ik heb begrepen dat de afspraak met Frans-Guyana was dat Suriname een betonnen aanlegsteger zou bouwen. En daarvoor kreeg het financiering van het Europees Ontwikkelingsfonds. Maar nu is er dus sprake dat er geen betonnen aanlegsteger staat, maar een soort van stalen constructie die niet voldoet aan de inspecties, waardoor die veerboot, ik weet niet of hier al is, sommigen zeggen wel, anderen niet, ja. Dus die kan momenteel niet aanmeren aan de Surinaamse zeden. Dus nu mijn vraag is, hoeveel was begroot dat Suriname heeft ontvangen voor het maken van die betonnen stegen? En wat zijn uiteindelijk de uitgegeven kosten geweest aan die stalen constructie? En nu dat Suriname zich niet heeft gecommitteerd aan de overeenkomst om dus een betonnen steger te maken, moet Suriname dat geld teruggeven omdat het niet voldoet aan de afspraken? Of bestaat die kans dat Suriname dat geld terug moet geven? Dank u wel. Ja, dank u wel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is niet in eerste instantie verantwoordelijk voor de aanleg van de noodzakelijke faciliteiten. We hebben wel een paar keer ontmoet. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij NV Havenbeheer, die het project heeft getrokken. En wij hebben zeker 3 of 4 keer ontmoetingen gehad met alle partijen, ook de Franse zijde en aan onze zijde. Dus dat heeft onze aandacht. We weten dat er een issue is met betrekking tot de aanleg steiger aan onze kant, aan de Surinaamse kant. Daar is overleg over gaande en daar zijn afspraken gemaakt tussen de Franse en de Surinaamse autoriteiten. NV Havenbeheer, en dit zijn technische details die zij beter kunnen uitleggen. NV Havenbeheer is overleg om dat te corrigeren. Er is wat verschil van mening over op technisch niveau op welke wijze dat zou moeten gebeuren, of we de bestaande steiger kunnen aanpassen om te accommoderen het aanmeren, of dat er een totaal nieuwe nodig is. Daar zijn technici mee bezig. Dus dat is één ten aanzien van hoe dat traject gaat. Het wordt gefinancierd vanuit de Europese de IDF-fondsen. Ik ga u geen details kunnen geven hoeveel het gekost heeft en wat nog over is van het bedrag enzovoort. Ik wil u graag verwijzen naar NV Havenbeheer, omdat zij met de uitvoering zijn belast. Voor ons, voor het ministerie, was van belang dat het gaat om een relatie met een buurland, maar ook met de Republiek Frankrijk. Dus wij zijn daar ingekomen om ervoor te zorgen dat de knelpunten die er waren zo goed mogelijk worden opgelost, zodat er geen diplomatieke problemen ontstaan. Maar het heeft onze aandacht en ik heb met NV Havenbeheer reeds afspraken voor een stand van zaken en kijken wat het vervolg zal zijn. Dan moet ik duidelijk zijn, wij willen graag dat het nieuwe veerboot dat een hogere capaciteit heeft zo gauw mogelijk aanmeert, zodat ook het verkeer over de Marowijne rivier veel soepeler kan verlopen. Dus we zijn aan de ene kant zeker Frankrijk dankbaar voor het feit dat ze dus middelen beschikbaar hebben gesteld. Het is een kwestie van tijd. Helaas, het is niet op tijd afgehandeld. Maar NV Havenbeheer kan u verder tekst en uitleg geven.
Sorry. Ja, dus oké, okay, ik zal dan naar NV Havenbeheer contacten. Maar u weet ook niet het bedrag dat volgens die financieringsovereenkomst in 2018, het totale bedrag dat Suriname samen met Guyana, dan was er een deel voor Suriname en een deel voor Frans-Guyana. U weet niet hoeveel dat was en hoe die verdeling staat. Nee, als ik u bedragen zou noemen, zou ik zeker op een verkeerd spoor zijn. Maar als u het niet erg vindt, kan ik u dat wel na de vergadering doorgeven. Die informatie is er wel. Oké. Okay. En de uiteindelijke uitbater van de veer wordt Frans-Guyana of Suriname, als het zover is? Het uitbaten is volgens mij gezamenlijk. Gezamenlijk. Ja, ja dat was het. Ja. Wel van. Minister, het directoraat Cultuur en Nola Hartman Instituut hadden een samenwerkingsovereenkomst getekend met betrekking tot jonge kunstenaars, waarbij er dus vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken kunstwerken van de jonge kunstenaars geprojecteerd zouden worden. In hoeverre wordt dit project nog getrokken? Want als we kijken naar de relaties tussen Suriname en het buitenland, komen er toch vaak bezoekers. En hoeverre heeft u zich sterk gemaakt om toch wel Suriname zo te promoten? Wij hebben, dat project gaat gewoon door. Wij hebben op dit moment een paar van de kunstwerken hangen. En ik geloof ook beneden bij de ingang nog een aantal artefacten. Dus dat gaat gewoon door. Waar ik wel om zou vragen is om een nieuwe badge. Want een aantal zijn inmiddels weg. Omdat ze verkocht zijn. En we moeten dus een nieuwe bezending krijgen van de bijdrage van jonge kunstenaars. Wij hebben een aantal op de galerij hier. En dat gaat gewoon door. Wij ondersteunen graag jonge kunstenaars. En zeker wanneer het gaat om het stimuleren van de Surinaamse kunst. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Als we de eerste ronde in de zaal hebben gehad, wil ik even de vragen die binnen zijn gekomen anders aan u presenteren, minister. Enige tijd geleden heeft u de Nederlandse ambassade ontboden om te protesteren tegen het gebruik van een verkeerde kaart van Suriname door het minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, door het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Desondanks is daarna herhaaldelijk toch door hetzelfde ministerie een verkeerde kaart van Suriname gebruikt. Wat gaat de regering nu doen, aangezien het in deze het voormalig moederland is dat Suriname met anderen de onjuiste landgrenzen presenteert, terwijl de regering heeft, terwijl de regering al is overgedragen op 25 november 1975. Dat is de eerste vraag. En de andere vragen die we misschien in één kunnen doen. Er komt een vraag waarom we aandacht schenken aan onder andere de situatie in Oekraïne en het overig buitenlands beleid. Zou u kunnen aangeven wat de meerwaarde is van het buitenlands beleid, maar vooral wat het meerwaarde is van de diplomatieke missies die worden bestempeld als snoepreizen soms? Dat zijn de twee vragen. Alsjeblieft. Ja, ik kom op die tweede vraag zo meteen terug. Ten aanzien van de kaart van Suriname, wij hebben vorig jaar inderdaad de Nederlandse ambassadeur ontboden en hem erop gewezen dat de kaart van Suriname niet de juiste is die zij gebruiken. En zij hebben antwoord gegeven dat zij de kaart gebruiken die bij de Verenigde Naties, bij de afdeling cartografie, wordt beschikbaar gesteld. Ik heb toen aangegeven dat wij onze zienswijze hebben voor wat betreft onze kaart. We hebben de Nederlandse ambassade dus doen toekomen op schrift onze kaart zoals die eruit ziet, met het verzoek om die kaart te gebruiken met de coördinaten ook, want die coördinaten zijn pas in 2018 of 2019 goed vastgesteld. Wij hebben ook gezien dat men de kaart niet alleen Nederland, maar soms ook anderen de kaart verkeerd presenteren. Dit is een van de uitdagingen die we hebben met grenzen. Is, we moeten er altijd op zitten om de mensen erop te wijzen, de organisaties, de landen, dat ze de juiste kaart moeten gebruiken. Dus ik ben blij dat dat ook aan ons is medegedeeld. We hebben inmiddels de Nederlandse autoriteit ook op de hoogte gesteld. Wat kunnen we nog meer doen is om bij de afdeling cartografie van de VN na te gaan of er inderdaad niet een
correcte kaart van ons daar ligt. Ik heb inmiddels ambassadeur Sunil Sitaldin gevraagd dat ook te doen. Want als het inderdaad zo is dat wij nooit de juiste kaart daar gedeponeerd hebben, dan kan iedereen zeggen, maar ik kan die kaart daar niet vinden. Dus wij moeten dat stukje huiswerk doen en dat wordt reeds gedaan. Indien het daar niet is, gaan wij het deponeren. Gaan wij het wel aangeven dat dit de kaart is zoals wij dat zien. Voor betreft Nederland, ik ga van de gelegenheid gebruik maken bij eerste beste gelegenheid met collega Wopke Hoekstra om dit ook onder zijn aandacht te brengen. En dat zal hopelijk binnenkort zijn. Ik heb hem wel telefonisch aan de lijn gehad, maar dat was meer een eerste kennismaking na zijn benoeming. Dus deze zaken zijn niet aan de orde geweest en toen speelde dit ook niet. Maar ik denk dat we een beroep willen doen op Nederland om uit hoofde van de historische relaties, maar ook uit hoofde van het feit dat bij de overdracht in 1975 nadrukkelijk is aangegeven hoe Suriname eruit ziet, dat zij alle moeite doen om de juiste kaart te gebruiken en zich niet te beroepen op een kaart die toevalligerwijs door hun wordt of door de VN wordt aangeboden. Ik geloof dat het belangrijk is dat wanneer een land zegt van zo ziet mijn kaart eruit, dat ze dat gebruiken. Dus ik hoop dat we hun kunnen overtuigen van het gebruik van de juiste kaart. Maar we zullen het iedere keer weer aan de orde stellen. Dat is overigens ook wat gebeurt internationaal met grensbepalingen, is dat je continu op elk moment dat het verkeerd gaat aan de bel trekt. Want dat is dan dossiervorming. Dan kan je zeggen, iedere keer van ik heb het gemeld, zodat het niet lijkt alsof je het accepteert. En dus vandaar dat we dit blijven doen. Die andere vraag ten aanzien van, ik wil niet praten over snoepreisjes, maar ik wil wel praten over de rol, het belang van de buitenlandse politiek en de buitenlandse dienst. En ik weet dat dit een issue is dat regelmatig terugkomt. Ik ga het weer proberen uit te leggen. Geen enkel land staat op zichzelf in de wereld. Of we dat nou leuk vinden of niet leuk vinden, we staan niet alleen. Wij zijn onderdeel van het gebied dat aan ons grenst. Wij zijn onderdeel van de regio, in dit geval CARICOM. We zijn onderdeel van de wereld. Daarom zijn we ook lid van organisaties als de OAS, als de Verenigde Naties. En dat, ik heb eerder aangegeven, als je lid wordt, dan heb je verplichtingen. Dan gaat het kosten. Omdat dat ook een vorm is van een bijdrage leveren aan een internationaal systeem, om dat goed te laten functioneren. Dus je hebt geen keus. Het is niet een optie om te zeggen, ik sluit me af van de wereld. Want wat betekent dat? Het grootste deel van onze problemen waarmee we te kampen hebben dag in dag uit, het grootste deel, zeker zo'n 60-70%, is grensoverschrijdend. Als personen naar Suriname komen, dan is dat grensoverschrijdend. Dan, als je visumregelingen moet treffen, is grensoverschrijdend. Als je investeerders wil binnenhalen, dan is dat grensoverschrijdend. Als je migratieproblemen hebt, dan is dat grensoverschrijdend. Als we praten over studenten die studeren in andere landen, we hebben gesproken over gebieden waar het moeilijk is, ook in het buitenland. Dus een ieder die denkt dat je geen buitenlands beleid hoeft te voeren, omdat je alles zelf alleen kunt doen, die, ja, ik geloof niet dat ze op deze aarde dan wonen, maar elders zweven. Helaas, dat is niet de realiteit. Zij leven buiten de realiteit. Dat het kosten met zich meebrengt, ja, dat is nou eenmaal zo. Als u lid bent van een vereniging, omdat u ook wil sporten, dan kost dat geld. Het is hetzelfde op internationaal niveau. Als u meedoet, dan kost het geld. Maar ziet u het niet als een kostenpost, maar als een investering. En als je het ziet als een investering, dan moet u zichzelf terug kunnen verdienen. En daarvoor heb je de buitenlandse dienst. Onze buitenlandse dienst kost ongeveer een kleine, ik dacht zo'n 10 miljoen per jaar, 8, 9 miljoen per jaar. Nou, we moeten het terug kunnen verdienen. En dat verdienen we ook terug.
afgelopen anderhalf jaar, sinds deze regering zit, hebben we aan buitenlandse schenkingen, maar ook middelen, ongeveer 35 miljoen euro's binnengehaald. Ik kan het gewoon op een rijtje zetten voor u. Het buitenlandse apparaat, het ministerie van Buitenlandse Zaken, kost ongeveer 12 miljoen per jaar. We hebben dat al lang terugverdiend. Al lang. Drie keer zoveel. Alleen maar omdat we goede relaties bouwen. En die gaan geld terugbrengen in het laadje van Suriname. Daarom heb je een buitenlandse dienst. Het zijn geen snoepreisjes. Als je afspraken maakt met een Saudi-Arabië, dan moet je dat gesprek aangaan. Het eerste gesprek gaat je misschien nog niks opleveren, maar het tweede, derde gesprek wel. En zo werkt het nou eenmaal. In de diplomatie, je praat eerst met elkaar, je overtuigt elkaar. En dan is er een moment waarop je gaat kunnen terugverdienen. Hetzelfde met Marokko. We zijn nu bezig met Marokko om die samenwerking, wat ongeveer 3 miljoen US dollars al heeft opgeleverd, om te kijken of we nog meer kunnen doen. Nou, 3 miljoen US, die ambassade gaat ons, omdat we gesteund worden door de Marokkaanse regering, is onderdeel van de samenwerking. Maar wij willen graag daar zijn, omdat we dan Noordelijk Afrika kunnen bestrijken. Dan hebben we die ambassade, met die 3 miljoen die er is verdiend in de relatie, die roadmap die is ondertekend, met zoveel beurzen, 1 miljoen aan projectsteun enzovoort enzovoort, hebben we 3-4 keer al terugverdiend. Want de ambassade gaat ons minimaal kosten. Niet die 600, 700.000 die normaliter betaald wordt voor de ambassade. Dus zie het niet als een kostenpost, maar als een investering. En ik ben met betrokkenen eens dat er een zekere mate van verantwoording moet worden afgelegd. Van oké, laat me zien hoe het jezelf terugverdient. Sommige missies gaan ons kosten, maar het gaat weinig opleveren. Een missie bij de Verenigde Naties is een politieke missie. Maar je moet daar zijn om je stem te laten horen. Iemand zei me, en die gebruikte, het was de minister van Staat van Saudi-Arabië, die zei van Woody Allen heeft eens gezegd, succes komt door 90% al aanwezig te zijn. Gewoon daar aanwezig te zijn is 90% van je succes. Als je er niet bent, dan is er geen kans voor succes. Gewoon omdat men je niet ziet, men weet niet eens of je er bent, men kent je standpunten niet. Dus het er zijn kost geld. Maar dat is al 90% van je succes. En je hoeft niet met de rest van Woody Allen eens te zijn, maar dit was wel heel duidelijk. En dat heb ik ook altijd gezegd. Als je participeert, participeer met visie, met initiatieven, met voorstellen, wees actief. En dan word je als land gerespecteerd en langzaam ook meer gezien als een land dat meer kan doen dan alleen de nationale belangen dienen. Dit brengt me op een stuk van, als ik mag, directeur, op een stuk van de kandidaatstelling van mevrouw Kuldeep Singh, als u dat niet erg vindt als ik dat even aangeef. Want ook daar is er verkeerd begrip ontstaan. Het neemt tijd, en ik heb er ervaring in, het neemt tijd om landen te overtuigen dat je als land een statuur hebt om internationale posities in te kunnen vullen. Het neemt tijd, het neemt soms 10, 12 jaar. Jamaica, waarom krijgt Jamaica, krijgt niet, maar waarom wordt Jamaica gevraagd om zoveel hoge functies in de Verenigde Naties in te vullen? Op dit moment is een van de ondersecretaris-generaals een Jamaicaan. En zo zijn er nog 3-4 anderen die dit soort functies bekleden. Andere Caribische landen minder. Maar wij nooit, tot nu toe niet. Maar wij willen ook graag. Maar het heeft wel Jamaica vanaf de jaren 70, daar praat ik dus over nu 50 jaar lang, gekost om te demonstreren dat Jamaica aspiraties heeft om visie uit te dragen internationaal. Met een P.J. Patterson, bekende premier, die in de non-aligned movement in de continue visie uitdroeg, samen met grote landen als India en met Julius Nyerere van Tanzania enzovoorts. Als je op het internationale podium een rol van betekenis wil spelen, moet je daar opereren.
En niet hopen en denken dat als je interesse hebt in die functie, dan komt het vanzelf. Zo werkt het niet. In het geval van mevrouw Kuldeepsingh hebben wij heel hard gewerkt. We zijn een beetje laat begonnen, omdat de nominatie laat kwam. Maar ik kan u zeggen dat wat geschreven is recentelijk incorrect is geweest. Maar dat komt omdat men misschien die informatie niet had. Maar ik kan precies aangeven alle acties, want we hebben ze allemaal vastgelegd. Wat we hebben ondernomen. We hebben met alle landen gesproken. Er waren 7 kandidaten, er waren maar 4 vacancies. Hoe noemen ze dat? 4 open plaatsen. En toen wij erin stapten, ik zei, we waren een klein beetje te laat, omdat de nominatie pas laat aan ons is doorgegeven. Hadden landen zich al gecommitteerd. Vrienden van mij. Want dit soort dingen gaan ook soms via persoonlijke lijnen. Mijn collega van El Salvador, met wie ik samengewerkt heb in de OAS, zei tegen me van, als je me eerder had gezegd, dan had ik jullie gekozen. Maar als je het niet weet, dus dat is een achterstand die we hadden. Hetzelfde geldt voor de collega van de Dominicaanse Republiek, die ook, met wie ik ook samengewerkt heb en samen heb gediend in de OAS. Die zei ook van, maar Albert, als je me eerder had verteld, dan had ik jullie gesteund. Maar als je iemand een commitment geeft, dan ga je daaraan moeten blijven vasthouden. Dat is vertrouwen. Je kan dat niet veranderen omdat iemand anders... En toen hebben ze gezegd van, als er een tweede ronde komt, dan is die stem voor jullie. Dus daar hoopte ik op. Dat is dus één zaak. We hebben alles gedaan. Ik heb het op een rijtje. U mag een kopie krijgen wat mij betreft. Want dit is, ik ga niet allemaal voorlezen, maar dit is met dag en datum hoor. 7 pagina's wat we hebben allemaal gedaan. 18 oktober, 25 oktober. En zo zijn we doorgegaan. We hebben stemruilen toch nog gehad, een paar. Ondanks het feit dat we laat waren en committeringen al waren gemaakt. En dan heb je ook een situatie waarbij je zoveel andere landen hebt die jarenlang al lobbyen voor dit soort functies en hogere standing hebben internationaal. Wij gaan daaraan moeten werken, want ik ben er ook van overtuigd dat we Surinamers moeten krijgen in functies. Maar dit is een goed leerproces en we moeten dit blijven doen. Het tweede wat ik wil zeggen is, men zegt, we hebben CARICOM lidlanden, 14 in totaal bij de OAS, dus dan hebben we 14 stemmen. Dat is absoluut niet waar. Er zijn maar 6 landen die stemgerechtigd zijn wanneer het gaat om het Amerikaanse Hof van Justitie. Maar 6, niet die 14, die andere landen zijn geen onderdeel van dat proces. Dus je moest met 6 doen. Die 6 hebben waarschijnlijk wel gestemd voor ons. Hopelijk. Dus ik wil dat aangeven, zijn factuele fouten. En men moet geen verkeerd beeld gaan creëren. Laatste wat ik wil zeggen. Een verkiezing is een verkiezing. U doet eraan mee. Soms lukt het, soms lukt het niet. Dus men moet er niet van uitgaan dat als je kandidaat wordt, dat je automatisch gekozen wordt. Daarom zeg ik, meedoen aan een verkiezing is veel stress. En je moet stressbestendig zijn, want de kans dat je verliest is er ook. En ja, het is dan niet plezierig, maar dat is onderdeel van het proces. Dan moet je maar niet meedoen als je niet tegen dat soort dingen kan. En daar moet je rekening mee houden. Een verkiezing is, je hebt de kans om te winnen, je hebt de kans om niet te winnen. Het beste is wat we doen, het beste wat we kunnen doen om je in een positie van een verkiesbare plaats te komen, is natuurlijk al die activiteiten ondernemen. En dat hebben we gedaan. Nogmaals, dat document kunt u krijgen van mij, zodat u dat weet. En ten aanzien van die CARICOM lidstaten, er zijn maar 6 CARICOM lidstaten die mochten meestemmen. En dat is dus, daarvoor is ook gelobbyd en ook steun verkregen collectief in CARICOM verband. Ik wilde dat even meegeven omdat we spraken over de tradities in de internationale omgeving. Ik weet niet of er nog andere vragen zijn. Er is een vraag binnengekomen die ik toch nog even wil doen. Gelet op de tijdsrestricties, minister, u moet om 11 uur in een Zoom zijn. Ja. Zou ik u vragen om toch wel even in steno in te gaan op de vragen die er zijn. Ik zag daarna nog 2 handen. Wat vindt de Surinaamse regering ervan dat de voorzitter van de Nederlandse Politiebond, premier Rutte, onlangs waarschuwde dat zonder hulp van Nederland de misdaadsector de rechtsorde in Suriname zou kapen? Gaat u gelijk antwoord geven of nemen we die 2 vragen direct, dan kunt u afsluiten. Ja.
Minister, als we het hebben over het gebied Tigri van Suriname, tussen Guyana en Suriname, in hoeverre zijn er al gesprekken gevoerd met de Guyanese regering? Want het lijkt een... Als we kijken naar hoe het allemaal aan toe gaat, lijkt het gewoon gedoogd beleid dat uitgevoerd wordt over dat gebied, terwijl het tot Suriname behoort. In hoeverre zijn er duidelijke afspraken en gesprekken geweest? Daarop. Er is al activiteit in het betwistgebied. Er zou sprake zijn van een soort van mijnbouwachtig iets bedrijf dat daar actief is. Op satellietbeelden is iets te zien. In hoeverre zijn jullie daar? Zijn jullie van op de hoogte? Gaan jullie actie ondernemen? Om dat op de agenda te plaatsen, zoals mijn collega vroeg. Ja, dank u wel. Ten aanzien van de Nederlandse Politiebond, ja, ik weet niet wat ik erover moet zeggen, behalve dan dat zij natuurlijk hier zijn geweest, gesprekken hebben gevoerd, hun oordeel, hun visie hebben ontwikkeld en daarover niet verslag, maar hun visie hebben gegeven aan de Nederlandse premier. We nemen het ter kennisneming en voor de rest wachten we de reacties af. Ten aanzien van beide vragen over Tigri, de grens met Guyana. Ik heb vaker gezegd dat wat ons betreft Tigri ons grondgebied is. Dat is ons standpunt. Als andere landen andere standpunten hebben, dat is dat voor hun. Dat mogen ze hebben, maar wij, ons standpunt is Tigri van ons is. Wij weten dat daar een issue is. Maar dit is een proces, of dit is een issue dat onderdeel is van een proces van gesprekken tussen de beide landen. Dus het staat wel op de agenda. Het staat niet op de agenda in de zin van een actieve politieke discussie, omdat de grenscommissie onder leiding van ambassadeur Harold Koolader belast is ermee. En ambassadeur Koolader, samen met zijn counterparts in Guyana, is er een traject uitgezet van informatiewinning. En die verslagen zijn vorig jaar, als ik het goed heb, in september afgerond. En beide verslagen, dus één verslag aan de Guyanese zijde. En dat was om de data te verzamelen met betrekking tot die driehoek. Die informatie, die verslagen moeten worden aangeboden aan de ministers van Buitenlandse Zaken. Om dan van daaruit weer te kijken wat is het vervolgtraject. Dat gaat dan gepaard met adviezen die je ontvangt van de grenscommissie. Dus het staat wel degelijk op de agenda. Dus wij hopen dat we natuurlijk op een goede manier tot een oplossing kunnen komen met betrekking tot Tigri. En we kijken naar de adviezen van de grenscommissie. In termen van de algehele visie met betrekking tot de samenwerking met Guyana is de regering van mening dat wij focussen op samenwerking gericht op de toekomst. Dus een positieve kijk op zaken. Er zullen moeilijke onderwerpen komen. Er zijn moeilijke onderwerpen nu reeds op de agenda. Het gebruik van de quarantainrivier, die af en toe tot incidenten leidt. De kwestie van de visvergunningen, waar traditioneel Guyanese ook daar gevist hebben. Hoe we daarmee omgaan. Dat zijn geen makkelijke issues. Dus wij zeggen, laten we in het kijken naar een toekomstige relatie. We zijn beide olielanden aan het worden. Guyana is het al. Wij zullen dat ook worden. Laten we kijken naar de toekomst en daar voordeel uithalen. Die positieve agenda opstellen. En zaken die besproken moeten worden, gaan besproken worden. En dan moet daar een passende oplossing voor gevonden worden. Ook geldt dat voor Tigri. Maar gaan we omkeren door te zeggen, laten we eerst kijken naar de zaken die ons juist zullen scheiden en in problemen brengen waar er niks gebeurt, dan gaan we onze toekomst op het spel zetten. En dat is iets wat we moeten bekijken, goed moeten bekijken, in termen van hoe we omgaan met al deze issues. Deze issues zijn niet van de agenda weggehaald, ze worden besproken, maar er is duidelijke afspraak. Laten we kijken hoe we onze economische ontwikkeling, die welvaart kunnen creëren naar de toekomst toe. En de issues die problematisch zijn, blijven op de agenda en die worden ook besproken. Eén voor één. Deze toevallig, Tigri, heeft een proces. En we gaan dat traject met de grenscommissie netjes aflopen.
Kleine vraag die onbeantwoord is gebleven. De activiteit in ja, het betrut? Ja, ik kom daarop terug. Okay. Ja. Ik mis bijna nooit iets. Maar, ten aanzien van de mijnbouwachtige activiteiten, u zei dat. Ik ben niet op de hoogte daarvan, maar ik wil ook geen conclusies daaraan verbinden. Simpelweg, het kunnen best Surinamers zijn die daar misschien actief zijn. Ik weet het niet. Dus wij gaan dat onderzoeken. Met assistentie van het ministerie van Defensie. Vandaag aan de dag kan je dat soort dingen vrij snel onderzoeken met drones. Dus we zullen kijken of dat gedaan kan worden. Maar we nemen dat dus mee. Als u informatie heeft, dan houden wij ook ons aanbevolen om die informatie van u te krijgen. Ik wil u bedanken voor de gelegenheid. Ik ben blij dat we het in een uur tijd hebben kunnen doen. En als dit formaat werkt. Ik had heel wat andere zaken die ik u wilde vertellen over alle beleidsdocumenten enzovoorts. Maar dat zal ik voor een andere keer laten. Dank u wel. Dank u wel, minister. Dank u wel, leden van de pers, voor uw komst. Ik wens u verder een genoeglijke dag toe.